Wat is Dua Lipa? Oh, kijk eens Dua Lipa. Wat is Dua Lipa? Huh. Dua Lipa. Waar ligt Dua Lipa nu in? Kijkertjes. Nou, ook dit is weer niet moeilijk, hè? Ja. Misschien had je het misschien al een beetje af kunnen leiden aan de thumbnail die ik vannacht heb zitten maken. En de titel voor de show die ik alvast verzonnen had. Kali's Cubus. Dat je denkt van, dacht van, hé, hey, Kali's Cubus, wat is dit met een kubus? Nou, wat zien we hier? Een kubus in een kubus. En dat maakt, als je dit, hoe moet je dan zeggen, driedimensionaal, vierdimensionaal maakt. Nou, je kan het in, dit is de tweedimensionale, laat ik zo zeggen, de tweedimensionale weergave van een kubus in een kubus. En als je dat eventjes gaat opzoeken, dan kom je op een moeilijk woord wat ik vergeten ben. Ik weet altijd het andere woord hiervoor en dat is de hypercubus, de hypercube. Dit is de hypercube, de hypercubus. De kubus in de kubus. En dat is in 2D hier zo weergegeven. En wat dat meestal betekent, de kubus in de kubus, is gevangen zitten. In welke hoedanigheid dan ook. Hier is meestal mind control. Mind control, ja. En dan moet je er meestal bij gaan uitleggen als je ergens een hypercube ziet. Zo van, ja, maar dit betekent multidimensionaal. Iemand multidimensionaal gevangen zetten. Multidimensionale mind control. Ah, ik moet zeggen interdimensionale mind control. Want als ik het heb over multidimensionaal, dan heb ik het over alle dimensies in dit universum. Waar wij mensen en moeder aarde en de zon, het organische, daarbij kunnen. Wij kunnen bij alle dimensies komen. Wij kunnen tot aan onze ziel komen, wij mensen. Via onze multidimensionale hardportal. De krachten waar we het hier over hebben. De energieën, de entiteiten. De tussen aanhalingstekens goden. En al die andere pauperleiers. Demonen en noem het allemaal maar op. Die kunnen niet verder dan de mind komen. De dimensies van de mind space. En dat is heel beperkt. Dat lijkt immens. Dat is ook immens. Het lijkt oneindig, maar dat is niet oneindig. De dimensies van de mind zijn eindig. Daar zit een plafond aan. En daar zit een entiteit. De entiteit die zichzelf God noemt. Die is de CEO. I.O. Zeg ik het goed? CEO. Van de God Matrix, zoals ik het wel eens noem. Het synthetische universum. Het kunstmatige universum. Wat niet verder reikt dan de dimensies van de mind. En dat noem ik interdimensionaal. Dus dat is over dit soort kubussen hebben. De hypercube hebben we het over interdimensionale gevangenschap. En meestal moet je erbij vertellen, wat ik net vertelde, want ze houden dat, daarmee symboliseren ze dat iemand interdimensionaal gevangen zit. Huh? Maar ja, als diegene, in dit geval Dua Lipa, er zelf in gaat liggen, zo van, kijk mij gevangen liggen in de hypercube. Ja, dan hoef je dat laatste er niks meer bij te vertellen. Dus ja, leuk begin. Dit was een leuk begin. Dit was het begin van de Grammy's. Het eerste optreden. Waar ze meteen mee begonnen. Nog geen pseudo-grappige presentator in beeld gezien. Niks van dat alles. Nog geen Taylor Swift te zien dansen. Nee, meteen pas, boom, dit ritueel erin gooien. En meteen laten zien aan de wereld en aan de artiesten zelf. Hey. We got you. We got you in your mind. Motherfuckers, we got you in the mind. Jullie zijn vergeten dat jullie een multidimensionale hard portals hebben. Want we hebben jullie gevangen in de mind. Ja, dat. Dus dat is meteen een goede opening zo om te laten zien van kijk. Met deze 66e Grammys. We hebben jullie, de overgrote meerderheid van de mensheid, nog steeds in onze macht.